Allee, maar... En het stofje vind ik ook ietsjes te stijf aanvoelen. Dan... Hallo allemaal, welkom terug in een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een Shein shoplog. Op deze webshop wil ik echt al een tijdje bestellen, maar ik weet niet, het hield me zo wat tegen de lage prijzen. Ik dacht, ja, daar staat dan ook wel iets tegenover. Misschien geen goede kwaliteit of zo. Maar ik heb nu toch al enkele shoplogs gezien van deze webshop. En ja, ik was toch wel nieuwsgierig. De kleding zag er best wel leuk uit. En ik dacht, ik ga gewoon wat dingen bestellen dat ik zelf leuk vind. En uiteindelijk zijn dat 6 items geworden. Ik zag nog toffe dingen, maar ik dacht, 6 items om mee te beginnen is wel genoeg. Dus ik heb ze hier naast mij liggen. Ik ga ook wel eventjes zeggen dat ik gisteren met deze outfits en met deze kledingstukken al korte video's heb meegemaakt. Dus ik heb ze gewoon terug in het zakje gestoken, in het originele zakje, omdat ik dat wel leuker vind voor de video. En ik kan er dan ook meteen mijn mening over geven, de plus- en minpunten over het kledingstuk. Dus als jullie benieuwd zijn naar deze shoplog van Shein en mijn mening ook een beetje over Shein, doe dan alvast een duimpje omhoog en abonneer ook op mijn YouTube kanaal. Ik begin met het eerste kledingstuk en dat is een topje met hartjes. Zo zit dat verpakt. Het schijnt dat dat anders niet zo netjes verpakt was, maar ik heb daar geen probleem mee ervaren. Het zat in gewoon zo'n zakje. Zo'n zakje eigenlijk. Daar zat kleding in. Ik kreeg eerst 2 kledingstukken en dan de resterende 4. De eerste 2 kledingstukken kreeg ik al na 3 dagen en de resterende 4 na een week. Dus dat is heel erg snel. Ik had dat niet verwacht, want ik had al van iemand gehoord van oeh, ga lang mogen wachten op je kledingstuk. Ik had al wel schrik. Maar dus ja, bij mij duurt het maximum een week. Misschien is dat bij u wel langer, maar ik denk niet dat dat veel, veel langer dan max 2 weken kan duren. Dus, maar dus mijn eerste kledingstuk is meteen wel een heel leuk kledingstuk. Namelijk een topje. Maar ik ga zien hoe ik dat moet tonen. Oei. Zo. Ja, zo. Met hartjes. Ik hoop dat het op de camera goed overkomt met hartjes. En het is de bedoeling dat je dus van boven een strikje maakt met die 2 touwtjes die hier hangen. Ja, dat is zo moeilijk om te tonen. Zie, er hangen van voor zo 2 touwtjes. En daarmee moet je een strikje maken. Het stofje is heel erg zacht. Heel dun en soepelvallend over je lichaam. Ik ga dus wat vertellen terwijl dat jullie nu zien als ik het blouseje aan heb. Ik vind het echt een heel mooi blouseje. Het valt heel soepel over mijn lichaam, zoals ik al zei. En met, met de touwtjes dus bovenaan kun je dus een mooie strik maken. Het is echt een heel mooi topje. Het is perfect, het is in maat medium. En ja, ik vind het een super goede aankoop. Dan ga ik nu ook het blouseje zelf van de webshop hier ook ergens in beeld zetten. En dan zien jullie ook meteen de prijs en hoe het op het model ook valt. Dus misschien ook wel leuk om te zien. Dus ik ben al meteen tevreden over mijn eerste blouseje dat ik aan jullie heb getoond. En dan heb ik nog iets, namelijk een hemdje. Een hemdje heb ik ook besteld, om van alles een keer te proberen. En dat ziet er zo uit, dat lijkt een beetje op mijn kleedje van Come Get Fashion. Ik weet niet waarom, allee, het doet mij daar zo wel aan denken. Ik heb de knoopjes nu wel wat open gelaten. Maar het ziet er dus zo uit. Ja, je kunt het echt niet zo goed zien eigenlijk. Maar het ziet er dus zo uit met ruffeltjes aan de mouwen. Je moet er dus wel een topje onderaan doen, want het is doorzichtig. Of doorschijnend. Maar de kwaliteit is echt top. Het is heel stevig. Ja, ik trek daar altijd een keer aan. En zoals dat je ziet, valt het ook heel erg mooi. Het zit perfect. Ik dacht eerst dat het een beetje te groot was. Maar ik vind het eigenlijk perfect zitten met de pofmouwtjes. Dus, die zijn ook heel leuk. Dus ja, ik vind het een hele goede aankoop. Kijk, en die knoopjes. Ik weet niet of je dat kunt zien. Hier zo de knoopjes. Een leuk detail aan deze blouse. Dus zo. Dan komen we al meteen aan het derde item. En dat is een simpel zwart topje. Maar het is wel leuk afgewerkt. En de mouwtjes zijn leuk afgewerkt. Een simpel zwart topje. Het is eigenlijk een t-shirtje. Ja, mijn camera pakt dat dus niet goed op en zwart. Dat is verschrikkelijk. Kijk, ik ben overbelicht. Maar ja, ik zal misschien best wel het aanbeeld tonen. Het topje is voor mij, het t-shirtje is voor mij ietsje te groot, vind ik. Alhoewel een vriendin van mij zei van niet. Vind ik het ietsje te ruim. Maar
En het stofje vind ik ook ietsjes te stijf aanvoelen dan dat ik graag heb. Het voelt ietsje, ja, stijf. Er zit ook geen etiket in, wat ik heel raar vind. Dat hoeft ook niet, maar ik vind dat zoiets raar. Bij een t-shirtje dat geen etiket zit, dus dat vind ik ietsje minder. Het is een detail, maar ja, het is een iets stijvere stof. En moest ik dat in de winkel zien, zou ik dat misschien niet kopen. Maar als ik het aan heb, valt het op zich wel mee. En ik zal het wel nog aandoen op een shortje of zo. Ik kan het altijd in een shortje steken. Zo. Het volgende item is een rok. Ik wou al lang eens zo'n wikkelrok proberen. En dat is de rok. Dat is de print. Dus een wikkelrok betekent ook dat je het zelf moet wikkelen. Laat ik dus niet door. Het is heel stom van mij eigenlijk. Maar dus, je moet dat zelf goed wikkelen. En dat is voor mij een kunst. Kijk, zo ziet de rok eruit. En je moet dat dus zelf zo wikkelen. Dat is de onderkant. Met zo'n plooikes. En ik vind die rok echt ontzettend mooi. De kwaliteit is ook goed. De stof is niet te dik, niet te dun. Je ziet er je onderbroek niet door. Wat dat een heel groot voordeel is. Al een pluspunt voor mij persoonlijk. Ja, ik vind het echt een hele mooie rok. Het is een lange rok, maar ja, dat is een keer iets totaal anders dan dat ik draag. Ik had dat dus gecombineerd met dat zwart topje, al het t-shirtje van daarnet. En ik vind het wel een hele leuke combinatie. Want als ik dan dat t-shirtje in die rok stop, zie je niet dat het t-shirtje eigenlijk te groot is. Dus dat is wel een leuke oplossing. Op die manier kan ik het t-shirt wel nog veel dragen. Dus die rok is een hele goede aankoop. En de prijs valt ook mee. Dus ik zal dat hier ook in beeld brengen. Tot nu toe ben ik dus heel erg tevreden over Shein. Wat eigenlijk de bedoeling was om die twee hartentopjes samen te doen. Maar ik ben dat dus een beetje vergeten. Dus jullie hadden daar juist dit topje gezien. Met hartjes. En ik had dat dus ook in het groen. Maar hiervan heb ik wel geen foto, alleen geen video. Omdat ik zo wou, ik had er zo wat minder zin in. Om dan nog eens hetzelfde topje in een andere kleur te tonen. Maar dat is dus in het groen. Past ook perfect zoals het rode topje. Maar ik heb dus geen foto als ik het aan heb. Maar zo ziet het eruit. Het is wel een ander groen dat ik zou aandoen. Dat vind ik wel. Het is zo echt donker mosgroen. En ik hou liever van mintgroen. Maar ja, op zich is dat niet zo erg. En dan als laatste. En dat is mijn favoriete aankoop. En dat is een vestje met bloemetjes. En dat wou ik al zo lang hebben. Gewoon, ik vind dat zo gemakkelijk in de zomer of in de lente. Dat je dat gewoon kunt aan, of zelfs in de herfst. Je kunt dat eigenlijk altijd aandoen. Je kunt dat gewoon aandoen als je zo zegt, oh, het is een beetje te fris voor mij een topje of een t-shirtje te lopen. Dan doe ik dat daarover aan. Het is echt heel mooi. En super goede kwaliteit ook. Ja, dat vestje vind ik echt een hele goede aankoop. Ik denk wel, en ik weet het zeker, mijn favoriete aankoop. Ik denk dat ik dat in die video nu ook ga zeggen. Dat is mijn favoriete vestje. Allee, aankoop van Shein. Het vestje met bloemetjes. Dus zoals je ziet valt het heel erg mooi, het jasje. En ik ga het dan ook nog heel veel aandoen. Dus voilà. Mijn algemene mening dan over Shein is heel erg positief. Ik vind het echt een top webshop. Dus mijn tip naar jullie toe is toch wel naar de klantenreviews kijken, naar de foto's die zij insturen. Ik zou eigenlijk nooit iets kopen zonder dat ik zo een review zie staan, want dat betekent of ja, dat niet goed is, of ja, mensen kunnen het ook nog niet gekocht hebben, dat kan ook. Maar dat zou ik zo toch wat minder betrouwen. Ik zou toch altijd wel een review willen zien. Allee, ik weet dat niet, ik vind dat niet zo handig om iets te kopen op die webshop zonder een review te lezen. Dus ja, daarmee. Ik denk wel dat ik nog een wintershoplog of zo ga filmen. Ik denk dat dat wel leuk is, want ja, ik ben eigenlijk wel verrast door Shein, door deze webshop. Dus als jullie dat leuk vinden, ga ik zeker nog eens een bestelling plaatsen. Laat het dus zeker achter in de reacties. En ook als jullie deze video leuk vonden, doe zeker een duimpje omhoog en abonneer op mijn YouTube-kanaal. Tot de volgende video. Dag!